بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بخندور إن شاء الله مع تدبوك كتاب التوحيد، samenvatting van uitleg van كتاب التوحيد، uitleg van شيخ صالح الفوزان. We zijn bij les 3. Vorige week hadden we het nog over 70.000 die het paradijs zullen binnentreden zonder bestraffing of berekening. En ik wil nog even iets duidelijk maken. Sheikh Salih al-Sheikh, hij zei dat al-Kay, de profeet sallam, dus hij noemde bepaalde eigenschappen van deze groep, 70.000, dat zij geen al-Kay verrichten en geen ruqya vragen en ook dus geen shirk plegen, wat met bijgeloof te maken heeft, en dat zij op hun Heer vertrouwen in alles. En al-Kay is makroeh, omdat je jezelf pijnigt met vuur. En de Arabieren die dachten altijd dat als zij al-Kay gebruiken, dat het altijd werkt en altijd slaagt voor de ziektes. En in plaats dat ze het dus zagen als een sebeb en dat Allah subhanahu wa ta'ala de genezer is, zeiden ze altijd dat al-Kay werkt. En als je al-Kay gebruikt, dat het altijd zal slagen, et cetera. Zo was het bekend bij de Arabieren. Terwijl de genezing bij Allah subhanahu wa ta'ala is. Hij bepaalt of deze sebeb een genezing zal zijn of niet. En Sheikh bin Baz, rahimahullah, hij zegt, laat al-Kay als laatste als je echt geen andere soort medicijn kan vinden. Als je geen andere geneeswijze kan vinden, dan pas gebruik je al-Kay. Dus laat het als laatst. Dus als jij een andere wijze kent qua medicatie of geneeswijze, dan kun je dat beter gebruiken en wegblijven uit de buurt van al-Kay. Lekin, al-Kay is wel gebruikt door een bekende sahabi, door de profeet sallallahu alayhi wa sallam, omdat er noodzaak was. En zo ook met ruqya. Als iemand het echt nodig heeft en diegene is bezeten, heeft sihr en hij kan geen ruqya voor zichzelf doen. En het beïnvloedt hem heel erg. Dan is het niet erg dat hij dus ruqya vraagt. Lekin, zoals wij zien hier. En de profeet sallam heeft hen dus beschreven met bepaalde eigenschappen. En iedereen wenst natuurlijk dat hij tot deze groep mag behoren. Dat wij dus uit de buurt van zulke zaken blijven. Dat wij met anderen geen ruqya vragen. En dat wij geen al-Kay verrichten. En dat wij ver weg blijven uit shirk. En dat wij op onze Heer dienen te vertrouwen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons laten behoren tot deze groep die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft beschreven. Amin. En er was een broeder die vorige week een vraag had gesteld. Wat voor advies kunt u ons geven wat betreft het tawhid en het kennis opdoen? Ik had een keer een van de mashayikh gehoord dat hij zei
als jij het tawhid goed wilt begrijpen, bestudeer dan Kitab al-Tawhid, de drie fundamenten, Kashf al-Shubuhat, al-Qawa'id al-Arba'a. Dit soort boeken zullen jou duidelijkheid geven in Tawhid. Als ik het goed had, was het Sheikh Mughbir, rahimallah, die dat zei. En dit is een belangrijk boek, Kitab al-Tawhid, zodat je weet wat het Tawhid is en welke vormen van afgoderij er allemaal zijn. En als jij dus deze lessen gaat beluisteren, is het natuurlijk wel belangrijk dat je wel aantekeningen maakt. Al is het kort. Bijvoorbeeld, dit is toegestaan, dit is niet toegestaan, dit is haram, dit is makroh, dit is halal. Gewoon heel kort schrijf je op wat allemaal afgoderij is, wat het tawhid is, wat een aantal profijten die je hoort, et cetera. Dat je het volgende keer makkelijk kan herhalen, makkelijk kan lezen. Zodat het bijblijft. Want het tawhid kan weer verzwakken. En je dient het eigenlijk altijd te herhalen, zoals Sheikh Taqiyuddin rahimahullah zei. Hij zei, Kitab al-Tawhid dient men zijn hele leven te herhalen. Wanneer je Kitab al-Tawhid af hebt, beginnen mee opnieuw. Wanneer je het weer af hebt, beginnen weer mee opnieuw. Want het is een belangrijk boek. En shirk. Een shirk wordt niet vergeven op de dag des oordeels. Dus het is wel belangrijk om altijd alert te blijven. En altijd te herhalen welke vormen shirk er zijn. Want het kan op een gegeven moment verzwakken. En hoe vaker je het herhaalt, hoe alerter je bent. Hoe scherper je bent. Hoe strenger je bent tegenover jezelf. Maar als je het één keer bestudeert en daarna een paar jaar niet, ja, dan verzwak je weer. Dan kun je heel makkelijk in ria vallen, want je herhaalt het niet. Maar als je het elke keer herhaalt en leest van, hey, het wordt niet vergeven. Kijk wat voor grote bestraffing erop zit. Kijk dit, kijk dat. En dan blijft die angst in jou. Hè? En dan zul je beter uitkijken. Maar als jij iets niet herhaalt, ja, dan verwatert het. En zul je er wat makkelijker mee omgaan. Ook al weet je dat het shirk is. Ook al weet je het is ria, uiterlijke vertoning. En mijn daad wordt niet geaccepteerd. En dat het niet puur omwille van Allah is. Toch ga je erin vallen. Want je bent, het is verzwakt. Daarom dien je het altijd te herhalen. Is erg belangrijk. Daarom zie je ook dat de geleerders zulke boeken altijd behandelen. Ook al heeft hij het zo vaak uitgelegd, blijft hij het herhalen. En weer herhalen. En weer herhalen. Omdat het belangrijk is. En we zijn aangekomen bij de volgende hadith. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فابن مسعود رضي الله عنه werd overgeleverd dat de boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم zei, wie sterft terwijl hij een deelgenoot naast Allah aanroept, die zal het vuur binnengaan. En de profeet sallallahu alayhi wasallam zei dat degene die een deelgenoot aan Allah subhanahu wa ta'ala toekent in aanbidding, dus dat je iemand anders dan Allah aanbidt, door diegene bijvoorbeeld dua te vragen, en bijvoorbeeld dat jij zaken gaat vragen aan afwezigen of aan doden, en dat jij dat doet bij de graf bijvoorbeeld, of dat jij zeg maar gelooft dat als jij iemand aanroept vanuit jouw huis dat jij bepaalde zaken voor elkaar kan krijgen, dit is zeg maar shirk in het dua. En dit is een grote shirk.
En zo'n iemand die dus hierop sterft en geen toba doet, geen vergeving vraagt, toba betekent vergeving. Zo'n iemand, als hij sterft terwijl hij voor zulke zaken geen toba heeft verricht in de dunya, zo'n iemand die gaat naar de hel. En zoals ik vorige keer al duidelijk heb gemaakt, dat shirk, je hebt grote shirk en je hebt kleine shirk. En het aanroepen van iemand anders, zoals iemand die afwezig is of een dode, etc., is grote shirk. En in dit geval heb je twee soorten afgoderij. Dat je iemand anders dan Allah aanbidt, dus hem vraagt en smeekt. Dus dat je hem een eigenschap hebt gegeven die enkel tot Allah behoort. En dit haalt je uit de islam. Als jij dus een ander vraagt dan Allah subhanahu wa ta'ala. Want enkel Allah mag je vragen. Subhanahu wa ta'ala. En de tweede soort is kleine shirk. Bijvoorbeeld dat je zegt wat Allah en jij wilt. Terwijl je eigenlijk dient te zeggen wat Allah wilt en daarna wat jij wilt. Of dat je zegt, als het Allah en jou niet was, dan was ik dood geweest. Terwijl je eigenlijk dient te zeggen, als het Allah niet was en daarna jij, dan was ik er niet meer. Dus je dient altijd het woordje daarna te gebruiken. En dit behoort tot kleine shirk. Inshallah, bij de volgende lessen wordt het wat duidelijker welke vormen grote shirk zijn en welke vormen kleine shirk zijn. En kleine shirk haalt je niet uit de islam zoals wij vorige keer hadden verduidelijkt. Maar dat je wel volgens de ene mening dat je verplicht de hel in moet gaan, omdat Allah subhanahu wa ta'ala de shirk niet vergeeft. En de ene mening wordt er gezegd dat je verplicht de hel in moet gaan en dat je daarna wel uitkomt. Als je dus geen grote shirk hebt gepleegd, maar kleine shirk alleen. En de andere mening is dat de geleerden hebben gezegd dat het net als grote zondes is. Dat als Allah wilt, vergeeft hij jou. En als Allah wilt, word je bestraft daarvoor. En wie zegt dat het de tweede is, de tweede mening? Wellicht is het de eerste mening. Dus je kan jezelf niet veiligstellen van, ja, dat je gaat leunen op het makkelijke en denkt van, ja, het wordt wellicht toch wel vergeven, et cetera. Zo makkelijk moet je er niet mee omgaan. Want zoals jullie vorige keer hadden gehoord, dat Allah subhanahu wa ta'ala alle zondes kan vergeven, behalve shirk. Vandaar dat je dus alert en altijd scherp moet zijn wat betreft de shirk. En daar ver weg van dient te blijven. Want een shirk verzwakt jouw iman heel erg. Dan heb ik het over de kleine shirk. Grote shirk haalt je iman helemaal weg. Maar kleine shirk, dat schaadt het heel erg, waardoor je heel zwak gaat worden. Dus shirk, dat is een groot gevaar. Voor jouw iman, voor alles. Dus je dient er ver weg van te blijven, zodat jouw iman sterk blijft. En de grootste schade komt door shirk. En daarna innovaties en daarna zondes.
We gaan door naar de volgende hadith. Aan Jabir radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal. Man laqi Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala al-nar. Van Jabir radiyallahu anhu werd overgeleverd dat de boodschapper van Allah zei sallallahu alayhi wa sallam: wie Allah ontmoet zonder dat hij deelgenoten aan hem toeschrijft, die zal het paradijs binnengaan. En wie Allah echter ontmoet terwijl hij deelgenoten aan hem toeschrijft, die zal in het vuur belanden. En bij deze hadith, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die meldt ons hier dat als men op het tawhid sterft, zal hij naar het paradijs gaan. Ook al had hij grote zondes. En sterft hij zonder hiervoor tauba te verrichten, voor deze grote zondes. Uiteindelijk, als hij vergeven wordt, komt hij in het paradijs, wordt hij niet vergeven, dient hij wel eerst de hel in te gaan. En daarna vervolgens komt hij wel in het paradijs. En wat betreft degene die op grote shirk sterft, deze persoon die komt nooit in het paradijs. Dan heb ik het over iemand die dus geen tauba heeft gepleegd. Geen vergeving voor deze afgoderij die hij heeft dus gepleegd tijdens zijn leven, dat hij daarvoor geen vergeving heeft gevraagd. Dus geen tauba heeft gedaan. Zo'n iemand die op grote shirk komt te sterven, die blijft voor altijd in de hel. Mogen Allah ons daartegen beschermen. En wat betreft kleine shirk, zoals ik zei, dan dien je enkel je straf uit te zitten. Als het zo is. Dus als het gaat om de mening dat je vergeven kan worden, dan kan je vergeven worden. Word je niet vergeven, dien je het wel uit te zitten. We zijn aangekomen bij de volgende hoofdstuk. Dit is een nieuw hoofdstuk. En deze hoofdstuk heeft de schrijver in volgorde gezet. Dus al deze hoofdstukken, die worden in volgorde gezet. Hè? Zodat men het gevaar van shirk weet en de gunsten van shirk kent. En nadat jij nu weet wat voor grote gunsten het tawhid met zich meebrengt en wat voor een groot gevaar het shirk met zich meebrengt, is het belangrijk dat je ook aan je medemensen denkt en het tawhid verspreidt en het da'wa doet. En dat je de mensen leert wat voor een gevaar shirk is. En dat je hen het tawhid leert. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Zeg, dit is mijn weg. Ik nodig uit tot Allah op grond van een duidelijk bewijs. Ik en degenen die mij volgen. Surat Yusuf, vers nummer 108. En Allah subhanahu wa ta'ala beveelt ons hier. En dit vers beveelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in dit vers om de mensen te vertellen over de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons verduidelijkt, de weg van Allah voor ons verduidelijkt. En ons leert
wat de weg van Allah is en de sunnah is van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is dus het uitnodigen naar la ilaha illallah. Dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En dat men dus hiernaar dient uit te nodigen met kennis en bewijs en zekerheid. En ieder die de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgt, dient ook uit te nodigen naar la ilaha illallah. Met kennis en bewijs en zekerheid. En dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn volgers afstand dienen te nemen van elk soort afgoderij. Zowel in de heerschappij, dus dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige is die ons rizq schenkt, voorziening, dus geld, eten, kleding, alles. Alles wat je krijgt van Allah wordt onder rizq verstaan, voorziening. Dat krijg je allemaal van Allah subhanahu wa ta'ala. En de enige die regen doet neerdalen is Allah subhanahu wa ta'ala. De enige die leven geeft en leven neemt is Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is wat betreft heerschappij, het tawhid, rububiyya. Dat Allah daar geen deelgenoten in heeft. En dat Hij de enige is, subhanahu wa ta'ala, die ons dit schenkt en dit allemaal bepaalt. En ten tweede, dat je dus geen deelgenoten toekent aan Allah subhanahu wa ta'ala in aanbidding. Het tawhid al-uluhiyya heet dat. Dus dat we het recht van aanbidding geven bijvoorbeeld aan iemand anders. Dat is shirk. Dat jij dus een aanbidding richt tot een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals in vele landen gebeurt. Gaan ze naar graven. Bouwen ze moskeeën op graven. Vragen ze de doden bepaalde zaken. Terwijl deze doden hen niet kunnen horen. En niks voor ze kunnen betekenen. En wat betreft de namen en eigenschappen van Allah, dienen we elke naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala te bevestigen. Dus stel dat er staat dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat wij dus het gezicht van Allah op de dag des oordeels, wanneer wij het paradijs, mogen Allah ons tot hen laten behoren die het paradijs binnengaan. Amen. Dus stel, je behoort tot de mensen van het paradijs en je komt binnen in het paradijs, dan krijg je als beloning dat je Allah mag zien. En dat is beloofd aan de mensen die het paradijs zullen betreden. En hoe wij horen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat wij de gezicht van Allah zullen zien, dienen wij dit te bevestigen dat Allah subhanahu wa ta'ala een gezicht heeft. En zonder er iets van te ontkennen. Je mag er niks van ontkennen. Je dient het te bevestigen. Je mag er ook geen betekenis aan geven. Dat je bijvoorbeeld zegt, er wordt kracht mee bedoeld. Of er wordt dit mee bedoeld. Dat mag ook niet. Je mag er ook niks aan toevoegen. Je mag het ook niet verdraaien. Of iets van weghalen. Je dient het te laten hoe het is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dus dat wij Allah subhanahu wa ta'ala zullen zien, het gezicht zullen zien, khalas, dan bevestigen wij dit en gaan niet met onze hersenen
het andere betekenissen geven of het verdraaien of ontkennen of wat dan ook. En zo waren de Sahaba radiallahu anhum, de tabi'een, de tabi'een en alle geleerden die hen hebben gevolgd. Zij ontkenden het niet, bevestigen het, verdraaien het niet, voegen er niks aan toe en laten het zoals het is. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons verduidelijkt in de Koran dat niets gelijk aan hem is. Er is niets net als Allah subhanahu wa ta'ala. Dus niemand kan er een betekenis aan toevoegen of iets dergelijks. Dus het gezicht van Allah is niet het gezicht van de mens. Net zoals wij een gezicht hebben en dieren een gezicht hebben en jins een gezicht hebben en het niet hetzelfde is, laat staan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je mag Allah subhanahu wa ta'ala niet vergelijken met zijn schepping. Want niets is aan Allah gelijk. Zoals in de Koran staat. Dus de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala dienen we te laten hoe ze zijn. Zonder het te vergelijken met de schepping. En je dient ook afstand te nemen van de mensen die afgoderij plegen. Ook al is het iemand die je erg lief hebt. Dus dat je afstand neemt van deze daden, dus afgoderij. En wat betreft jouw naasten, ook al zijn ze geen moslims, dien je ze wel met respect te behandelen. En wij als moslims dienen niet-moslims met respect te behandelen. En het goede voorbeeld te laten zien. En uit deze hadith die we net opnoemden, leren wij dat het verplicht is om naar La ilaha illallah uit te nodigen. Ik bedoel de vers, de Koran vers die we net hebben gehad, leren wij dat het verplicht is om naar La ilaha illallah uit te nodigen en dat dat de weg van Allah subhanahu wa ta'ala is die hij aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft geleerd en dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het zijn volgers ook heeft geleerd dat we altijd dienen uit te nodigen naar La ilaha illallah. Dat dus niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn laatste dienaar en boodschapper is. En we komen aan bij de volgende hadith. Van Ibn Abbas radiyallahu anhu werd overgeleverd dat hij zei, toen de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam Mu'ad naar Yemen wilde sturen, zei hij tegen hem: voorzeker, jij gaat naar een volk van de mensen van het boek. Laat de getuigenis dat er geen God is die het recht heeft te worden aanbeden behalve Allah het eerste zijn waartoe jij hen uitnodigt. En in een andere overlevering staat: nodig hen als eerst uit tot de erkenning van de eenheid van Allah, dus het tawhid. En als zij jou hierin gehoorzamen, laat hen dan weten dat Allah hen iedere etmaal 5 gebeden heeft opgedragen. En als zij jou ook hierin gehoorzamen, laat hen dan weten dat Allah hen het afdragen van het armengeld heeft opgedragen, dat van de rijken onder hen zal worden geïnd en aan de armen onder hen zal worden uitgekeerd. Als zij jou hierin gehoorzamen, laat hun geliefde bezittingen dan met rust. En doe niemand onrecht aan. En kijk uit voor de smeekbeden van degene die onrecht is aangedaan. Er is namelijk geen sluier tussen zijn smeekbeden en Allah subhanahu wa ta'ala.
Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zond Mu'ad radiyallahu anhu naar Yemen om de mensen uit te nodigen naar het tawhid. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam maakte een stappenplan voor hem, zodat hij in een volgorde deze stappenplan kan uitvoeren qua da'wa, in het uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei aan Mu'ad dat hij in Yemen daar de mensen van het boek zal tegenkomen, dus Joden en Christenen, zo worden ze genoemd, mensen van het boek. En dat deze mensen kennis hebben die zij hebben meegekregen van de boeken dus, die zij lezen. Ook al is het een mengelmoes, toch kan er nog wat waarheid in zitten. En deze mensen beschreef de profeet sallallahu alaihi wasallam als mensen die dus kennis hebben en discussiëren. Dat zij met hem in discussie zullen gaan. En dat hij voorbereid dient te zijn op wat hem te wachten zal staan in het weerleggen van hun twijfels. Dus dat Mu'ad radiyallahu anhu zich dient voor te bereiden om de twijfels te weerleggen. Vervolgens begint hij met het belangrijkste in het uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij dient als eerst de aqida te verbeteren van de mensen die hij zal uitnodigen. Omdat het de oorsprong is waar men mee dient te beginnen. Als zij dus de tawhid kennen en wegblijven van afgoderij, daarna dien je hem pas uit te nodigen naar as-salat. Dus je dient altijd te beginnen in jouw da'wa naar het tawhid. Altijd dien je te beginnen met het tawhid. En als iemand het tawhid leert, alles wat daarna komt zal hij van je accepteren, inshallah. Dus wanneer jij begint met het tawhid, iemand het leren van het tawhid en de vormen van afgoderij, alles wat daarna gaat komen zal makkelijk zijn. Vandaar dat je dient op te letten en mensen niet dient weg te jagen. Dat wanneer jij da'wa doet, dan dien jij niet te praten over de zondes die hij pleegt. Dan moet jij beginnen met het tawhid. Want wanneer hij het tawhid begrijpt en wegblijft van afgoderij, dan krijgt hij die zuivere contact, die directe contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Zal zijn iman sterker worden, zal zijn iman groeien en zal hij standvastig worden bi'idnillah. Dus het is erg belangrijk dat jij wijsheid hebt in het uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. En dat jij begint met het allerbelangrijkste. En dat jij zaken vermijdt. Om bijvoorbeeld, die persoon kent geen eens het tawhid of de juiste aqida, dan ga jij met hem praten over waarom rook je of waarom eet je met je linkerhand. Je dient eerst te beginnen met hetgeen wat het allerbelangrijkste is. En zoals Sheikh al-Islam bin Tamim heeft gezegd, als jij dus da'wa doet en jij weet dat wanneer jij iemand uitnodigt en bepaalde zaken tegen hem zegt, dat hij door jouw advies in iets
nog groter zijn erg gaat vallen. Dus bijvoorbeeld, iemand bidt in de moskee met een broek. Hè? En dan kom je naar diegene, zeg je tegen hem, achie, je kan beter een kamis dragen, dat is beter, wijder. En alaikum salam. Wellicht dat jouw aura niet ontbloot wordt en dat je rug niet zichtbaar wordt tijdens het knielen, et cetera. Maar jij weet dat als jij dit gaat zeggen tegen diegene, misschien komt hij niet meer naar de moskee. Snap je? En dan zal hij niet meer in een goede omgeving zijn met broeders, et cetera. En zo'n iemand, zegt dus Sheikh Islam Taymiyyah, is haram om hem aan te spreken daarop als jij weet dat hij in iets nog ergers en groters gaat vallen. Dus je moet wijsheid hebben wanneer jij iemand uitnodigt. Je moet wijsheid hebben in het uitnodigen van iemand. Dus stel jij praat met iemand over de islam en hij zegt, ja ik vind dat wel een goed geloof. Ja, tawhid spreekt me aan. En ja, shirk, ik ben het daar ook niet mee eens. Ja, alleen ik vind het moeilijk. Ja, ik heb een vriendin. Of ik hou wel van feesten. Snap je? Dan daar dien je helemaal niet met hem daarover te praten. Zeg tegen hem, kom de islam binnen. En niet dat wij dat goedkeuren, maar kom de islam binnen en het komt goed. Niemand houdt jou tegen, et cetera. En je probeert hem op een rustige wijze, hè, da'wa met hem te doen, dat hij de islam binnentreedt, et cetera. En leer hem tawhid, shirk, in details. En je zal zelf zien dat hij daar afstand van gaat nemen. Dus je dient wijsheid te hebben in het uitnodigen van de mensen. En weten wanneer je iemand advies geeft. Iemand komt eerste dag naar de moskee. Ja, broeder, die kapsel van jou, dat kan niet, hè. Die jongen komt voor het eerst naar de moskee. Je weet niet wat hij heeft meegemaakt. Voordat hij deze stappen heeft gezet om naar de moskee te komen. In plaats dat je hem helpt, door aardig tegen hem te zijn, te glimlachen, hem uit eten mee te nemen, het gevoel geven van broederschap, zijn hand vasthouden, hem helpen en hem adviseren wat voor belangrijke lessen hij kan volgen qua tawhid, shirk, dat je hem motiveert om dat te beluisteren. Dat is hoe het hoort, hoe men dient om te gaan met zo'n persoon. Maar als jij gelijk, vanaf zijn eerste moment, hij komt naar binnen en je jaagt hem gelijk weg, dan rust er een zonde op jou. Jij jaagt hem weg. Zo dien je niet om te gaan. Kijk de profeet sallallahu alaihi wasallam wat hij zegt. Nodig ze als eerst uit naar la ilaha illallah. Accepteren ze dat, dan pas praat je over het gebed. Dat betekent, praat niet over andere zaken als zij la ilaha illallah niet accepteren. Heeft geen zin om over andere zaken te praten. Praat met ze over la ilaha illallah. En als ze dat dus accepteren, dan dien jij verder te gaan in andere zaken. En Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimallah, heeft gezegd, nodig eerst uit naar tawhid. Als jij diegene tawhid hebt geleerd en shirk, dan zal hetgeen wat daarna komt allemaal makkelijk zijn. En dat is nog niet alles. Want Sheikh Ibn Uthaymeen zei, als jij een zaadje plant, je plant een zaadje, hè, diegene is geleid door jouw sebbe, dan dien jij diegene altijd te helpen en om hem te vragen en te adviseren en hem niet los te laten. Oké, hij is de moskee binnengegaan, oké, alhamdulillah, het gaat dan, inshallah gaat het wel goed met hem. Nee. Je dient toch hem te blijven helpen. En dat is wat Sheikh Ibn Uthaymeen zei. Je geeft het plant, of de zaadje, elke keer water. Water, water. En het blijft groeien, groeien, groeien. Totdat het een sterke boom is. Die wortels heeft, die standvastig is op de grond. Snap je? Dus zo dien je het da'wa te doen.
En dus de profeet Hassim zei, als zij la ilaha illallah accepteren, nodig ze uit naar het gebed. Accepteren ze het gebed, nodig ze uit naar het zakat. Als dankbaarheid voor Allah. Het zakat is dankbaarheid voor Allah. En wat betreft de zakat, mag hij niet de beste soort eigendommen van hen nemen. Bijvoorbeeld van jouw schapen, hè? Hetgeen wat je dient af te staan. Mag je niet het beste daarvan pakken en ook niet bijvoorbeeld het slechtste, maar hetgeen ertussenin. Dat is hetgeen wat jij qua zakat van hen mag nemen. En ook bijvoorbeeld de profeet sallallahu alaihi wasallam Mu'ad radiyallahu anhu om rechtvaardig te zijn tegen hen en ver weg te blijven van onrecht, zodat niemand een smeekbede tegen jou zal richten. Want degene die onrecht is aangedaan, zijn dua wordt verhoord. En hier leren wij uit dat het eerste waar men naar dient uit te nodigen, dat dat de shahada is. Tawhid. Het recht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. We komen inshallah bij de laatste hadith. Van Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu werd overgeleverd dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei op de dag van Ghaybar zei: voorzeker, morgen zal ik dit vaandel, vlag dus, geven aan een man die van Allah en zijn boodschapper houdt en ook geliefd is bij Allah en zijn boodschapper. Door zijn toedoen zal Allah de moslims de overwinning gunnen. De mensen brachten die nacht door terwijl zij zich afvroegen wie van hen het vaandel zou ontvangen. De volgende ochtend gingen zij vroeg naar de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam en iedereen hoopte het vaandel aangereikt te krijgen. De boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei: waar is Ali ibn Abi Talib? Men zei: hij heeft last van zijn ogen. Daarop stuurden zij iemand naar Ali en hij werd bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam gebracht. De profeet sallallahu alayhi wa sallam spuwde lichtjes in zijn ogen en bad voor hem. Deed dua voor hem. En direct hierna was hij genezen. Alsof hij zojuist geen pijn had. De profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf toen het vaandel aan hem en zei: loop rustig door totdat jij aankomt bij hun open veld. Nodig hen vervolgens uit tot de islam en vertel hun wat Allahs rechten zijn die zij als moslims dienen na te komen. Bij Allah, dat Allah door jouw toedoen een persoon leidt, is voor jou beter dan het bezitten van rode kamelen. Dus de meeste waardevolle iets dat er is op aarde, dat was toen. Rode kamelen, die waren veel waard. Het was alsof je in deze tijd zegt een Ferrari of een Lamborghini. En dat was heel duur in die tijd. En als iemand geleid wordt met jou als reden, dan is dat beter dan de meest waardevolle iets op aarde. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf het goede nieuws dat de moslims de oorlog in die tijd zouden winnen aan de hand van een metgezel waar Allah en zijn profeet van houden en dat deze metgezel ook houdt van Allah en zijn boodschapper. En degene die dit is krijgt dus de vlag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam op de volgende dag. En de sahaba die vroegen zich allemaal af wie deze persoon zal zijn. En alle sahaba die wensten dat zij de vlag zullen krijgen.
En toen de metgezellen de volgende dag zich hadden verzameld voor de afspraak met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, want ze werden aangevallen door de vijanden van de islam. En zij hadden zich dus verzameld op de afspraak. En op dat moment zocht de profeet sallallahu alayhi wa sallam Ali radiallahu anhu, maar zag hem niet. Vervolgens werd Ali gebracht naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Ali die had last van zijn ogen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam spuwde in de ogen van Ali. Deed smeekbeden voor hem. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn speeksel gezegend. Van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarna verdween de pijn van Ali radiallahu anhu. Alsof hij helemaal geen pijn had. En vervolgens gaf de profeet sallallahu alayhi wa sallam Ali bevel om hen rustig te benaderen, met respect te benaderen. Dus de vijanden die de moslims wilden aanvallen. En hen als eerst uit te nodigen naar la ilaha illallah, naar het tawhid. Kijk, subhanallah. Je krijgt een vijand die jou wil afmaken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam denkt nog steeds aan de leiding van deze persoon. Terwijl hij is gekomen, deze persoon, om jou gewoon eigenlijk koud te maken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt tegen zijn metgezel, als eerst benader ze rustig, lief, aardig, nodig ze uit naar la ilaha illallah. En vervolgens, als zij dat accepteren, leer ze vervolgens wat de verplichtingen zijn die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geleerd in de Koran, wat ons te wachten staat qua verplichtingen. En zoals wij weer kunnen zien, subhanallah, hoe groot deze gunst is van la ilaha illallah in het tawhid. En hoe waardevol en belangrijk het da'wa is daarnaar. Zelfs wanneer je in een oorlog zit. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dan nog da'wa gaat doen als eerst. En dat het als iemand geleid wordt aan jouw hand. Met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat beter voor jou is dan alles wat maar op deze aarde is. Meest waardevolle wat op aarde is, als iemand wordt geleid door jou als sebeb reden, is het nog waardevoller dan het meest waardevolle op aarde. En enkel Allah weet natuurlijk wat voor een grote beloning deze dienaar zal krijgen. En je dient er stil bij te staan dat wanneer iemand geleid wordt door jou als sebeb, dat jij beloning krijgt zonder er iets voor te doen. Diegene verricht bepaalde daden dagelijks en jij krijgt beloning. Straks zit je in je graf, krijg jij beloning. Dus stel jij leert één iemand tawhid. En diegene leert misschien 100 mensen tawhid. Die 100 leren weer 100 tawhid. En het blijft zo doorgaan. Jij weet niet wat voor een beloning je allemaal krijgt. En hoe ver dat door zal gaan. En alleen Allah subhanahu wa ta'ala, die schenkt de zegening in voor een persoon. Als hij ziet dat hij zuiver met ikhlas naar Allah uitnodigt, zal Allah subhanahu wa ta'ala zijn da'wa ook zegenen. En zal het heel veel mensen bereiken. Dus het is belangrijk dat jij anderen uitnodigt. En anderen het tawhid leert. Want zoals ik zei, misschien leer jij één persoon tawhid. En voor je het weet, zie je op de dag des oordeels dat er misschien 100.000 tawhid kennen.
Het is doorgegaan, snap je? Dus we dienen allemaal ons best te doen om anderen het tawhid te leren. En andere zaken van de islam. En zodat wij bij idnillah de rahma van Allah kunnen krijgen in onze graf. Dat dag des oordeels. Dat we gered worden van de hel. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons daartegen beschermen. En ons het beste einde schenken. En ons beschermen tegen bestraffing van het graf. Bestraffing die op de dag des oordeels zal plaatsvinden. Voor bepaalde mensen mogen Allah ons daartegen beschermen. En ons het toegang schenken tot het paradijs. Amin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين